Met you. Hallo wereld en ochtendbewoners. Ik weet echt niet wat ik doe met mijn leven. Ik ben een paar dagen geleden weggestuurd van een voetbalpleintje omdat ik met deze megafoon aan het spelen was. Don't do it, it's not cool. Oké, maar vandaag ben ik hier dus niet om te zuiveren. Vandaag ben ik hier om iets serieus mee te delen met jullie. Waarschijnlijk de meeste van jullie wel oké verder en de meeste van jullie wel cool verder. Eigenlijk niemand gaat er een probleem mee hebben, wat oké. Kijk, januari, februari, man. Ongeveer 4 maanden geleden ben ik van school gestuurd. En dan heb ik gewoon de beslissing genomen om te stoppen met school. Want ik had er echt geen hol aan en ik vond het echt niet leuk. En ik wou meer tijd in YouTube steken. Uiteindelijk, sinds ik gestopt ben met school, heb ik niet meer tijd in YouTube gestoken. Ik heb eigenlijk gewoon meer geslapen. En dat is, ik ben gestopt met school omdat ik wou slapen. En ook video's wou maken, maar ik sliep liever. Dus eigenlijk ben ik gestopt met school voor mijn bed. Bed. Thanks, man. Sinds dat ik gestopt ben met school heb ik ook door dat ik heel veel hersencellen ben verloren. Ik ben echt oliedom geworden. Ik kan niks langer onthouden dan 5 seconden. Zeg mij op een feestje jouw naam en 5 minuten later kom ik je tegen en denk ik dat ik je nog nooit heb gezien in mijn hele leven. Dat is fucked up. Dat is heel fucked up. Ook lacht iedereen mij uit omdat ik geen diploma heb en niemand wil mij. Ja, niemand wil mij cool. Zeg dat ik later op straat ga eindigen. Zo, als een van die zwervers. En dat ik op straat ga slapen en zo. Dat is vreselijk. Dat is niet zo cool, want kijk, ik doe YouTube heel graag en ik wil hier echt mijn beroep van maken, maar dat gaat gewoon niet. Want ja. Het zijn pijnlijke tijden, dames en heren. Daarom heb ik samen met mijn mama en papa en al de rest van mijn vrienden eigenlijk ook gewoon de beslissing genomen om toch gewoon terug te gaan naar school. En omdat ik eigenlijk mijn 5e nog heb uitgedaan, kan ik eigenlijk gewoon in het 6e nog ergens binnenspringen. En dan ga ik gewoon ISO doen in het 6e of zo. Gewoon zo mijn diploma halen. En ik denk dat dit een van de beste beslissingen is die ik heb genomen in 2017. Ook al zie ik er enorm tegenop. Ik moet gewoon doen, want ik heb een diploma nodig. Ik sta er zelf ook niet 100% achter hoor, maar soms moet je een keer iets doen wat je niet leuk vindt in je leven en dit is daar één ding van. En als ik dan 1 jaar op mijn tanden moet bijten, dan ga ik 1 jaar op mijn tanden moeten bijten. Maar ik wil er dan wel door zijn. Ik ga niet nog een jaar stront. Wat zeg je nu? Ik ga niet nog een jaar naar school gaan en niks doen. Want dan ga ik gewoon weer blijven zitten. En dan heb ik weer 1 jaar verneukt. Als ik nu naar school ga, dan wil ik echt wel gewoon dat ik erdoor ben. Dus dan moet ik van nu tot april gewoon heel hard mijn best doen. En dan moet ik waarschijnlijk na de zomer gewoon nog even iets doen. En dan kan ik in kerstmis volgend jaar mijn diploma halen. En ik weet dat klinkt heel raar, maar snap je, België is fucked up. Dat betekent dus ook dat ik waarschijnlijk veel minder ga uploaden. En ik heb nu al amper tijd en ik ga weer heel mijn ritme moeten aanpassen. Ik ga waarschijnlijk de eerste maand me echt heel kut voelen. Ik ben hier nu al zo aan gewend dat ik het waarschijnlijk echt niet meer kan opstaan om 8 uur. Dat zit echt niet meer in mijn hoofd. Ik kan echt niet snappen dat sommige mensen van jullie dat doen. Maar ik denk wel dat het een goede beslissing is. En als ik terug ga naar school, kan ik natuurlijk ook gewoon weer video's maken over hoe kut school is. Ook al ga ik daar proberen mijn best te doen en proberen goede punten te halen. Wat sowieso niet gaat lukken, maar oké. Ook commenten heel veel mensen onder mijn video's dat ik ginger ben. Kijk, ik weet niet welke age jullie in jullie ogen hebben of zo, maar ik ben niet ginger. Ik heb gewoon bruin haar. Dat is gewoon normaal, denk ik. Nee? Sla jullie allemaal door. Ik bedoel, ik ben ook gewoon super scared nu. Omdat ik niet meer naar school ga en nog geen 18 ben, krijgt mijn mama geen kindergeld meer. Dus ik leef nu van mijn YouTube-video's en dat is echt niet veel. En als ik weer naar school ga, krijgt mijn mama weer kindergeld. En dan kan ik misschien weer een telefoon kopen. Dit is allemaal hele zware dingen voor in een video die eigenlijk zelf een beetje humoristisch gebracht is. Maar kijk, ik dacht, jullie zijn mijn publiek, jullie zijn mijn leven. Ik moet zoiets sowieso delen met jullie. Ik weet dat voor sommigen van jullie waarschijnlijk echt als iets raar aankomt van is het gaat terug naar school? Wat? Ja, kijk, ja. Show jullie support in de comments. Zet gewoon iets lief over mij in de comments. Ik vond gewoon even dat jullie met mij zijn. Want ik ga het niet makkelijk hebben om gewoon terug te gaan naar de school en mij terug in te schrijven. Want natuurlijk, die video is fucking viral gegaan toen ik van school gestuurd was. Ja, waarschijnlijk weten heel veel mensen het. En dat is een beetje kut, maar oké. Ik ben nu een gefailed YouTuber die toch terug gaat naar school omdat ik heel carrière verneukt heb. Dames en heren, onthoud gewoon dat ik jullie altijd op de eerste plaats ga nemen. Ook al is mijn YouTube channel echt op een dalende afgrond. En denk ik niet dat er nog toekomst in zit. Het is gewoon belangrijk voor mij dat ik een diploma haal. En ik misschien dat gewoon als ik 19 ben of zo stop met YouTube en iets echt kan worden met mijn leven. Maar zoals het nu verder gaat, nee, dan ben ik echt zwerver over een paar jaar. Ja, het was moeilijker om te zeggen dan dat ik had gedacht hoor, wow, kijk mijn hart. Jullie zien het waarschijnlijk niet bonken, maar oké, het is echt crazy. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het niet leuk, smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid, show jullie support voor mij in de comments. En ja, dat wou ik zeggen tegen jullie. Ik vind dat het er een beetje wack is uitgekomen, maar oké. Ik weet niet of dat een leuke video was, maar psych! Psych, prank, 1 april. Het is niet eens 1 april. De dag voor 1 april. Yeah. Hey. Hey. April Fools. Ik ben wel zo'n YouTuber die aan het einde van de video dat zegt dat het fake is. Ik vond deze video wel grap gemaakt omdat jullie waarschijnlijk soms al dachten dat ik meende. Stuk van geen geld meende ik wel echt. En dat ik zwerver ga worden waarschijnlijk ook aan mijn YouTube. Ik ga niet terug naar school. Niet hopen. Sorry mama als je deze video kijkt. Sorry familieleden als jullie deze video kijken. Jullie dachten waarschijnlijk dat ik het echt meende. Ik voel mijn pijn. En als ik later bekend ben stuur ik jullie allemaal wat geld op. Het komt allemaal goed. 1 april. 1 april. Nog even een bericht aan jullie. Zet het niet in de comments alsjeblieft. Laat mensen toch
even denken dat ik spijt heb, want dit is echt ongeloofwaardig. Snap je? Dit is niet zoiets zeggen alsof mijn mama is zwanger. Snap je? Het is echt geloofwaardig. Dus dames en heren, bedankt om te kijken in deze video. Ik ben Acid. Sorry. 1 april! 1 april! En ik heb een vriendin. Dat is geen...